Welkom bij het instructiefilmpje over het gebruik van de rubrieks van rekenen. Dit is een instructiefilmpje van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het doel van dit filmpje is dat leerkrachten inzicht krijgen in het gebruik van de rubrieks voor rekenen. Dit is een start. Want het vervolg hiervan is een online trainingssessie die u gaat volgen. En u gaat aan het eind van deze training ook een aantal opdrachten uitvoeren en invullen in een bepaalde link. De rubrieks zijn het beste uit te leggen volgens deze tekening. Een tekening waarbij een meester zit voor een aantal dieren en volgens hem een eerlijke opdracht geeft. Om het eerlijk te houden, krijgt iedereen dezelfde opdracht. Klim in de boom. Wie zou als eerste in de top van de boom terechtkomen, denkt u? De aap. Hoeveel zou u de aap dan geven? Waarschijnlijk een 10. En hoe zit het met de vogel? Ziet u hem daar rechts van de aap zitten, helemaal hier in dat hoekje? Die vogel zou toch ook een hoog cijfer krijgen? Hij zou misschien niet in de boom klimmen, maar hij zou wel kunnen vliegen in één keer in de top van de boom. Dus ik denk dat hij misschien geen 10 gaat krijgen, maar wel een 9. En nu, hoe zit het met de olifant? Hoeveel zou je de olifant geven? Want ook de olifant kan niet klimmen in de boom, maar hij kan wel in één keer met zijn slurf de boom inkomen. Hoeveel zou je de olifant geven? En wie zou de olifant in één keer kunnen meenemen naar boven, zodat die ook een voldoende cijfer krijgt? Misschien de vis? Dat noemen we tegenwoordig toch samenwerken in de klas. Samenwerken om uiteindelijk tot een oplossing te komen. We gaan weer kijken naar de opdracht. Is de opdracht wel een eerlijke opdracht, zoals de meester zegt? Want van tevoren kunnen we toch voorspellen dat bepaalde leerlingen niet zullen kunnen klimmen in de boom. Stel je nou eens voor dat ik die opdracht had veranderd. Stel je voor dat ik had gezegd, haal 4 steentjes uit de zeebodem. Wie zou dan die 10 krijgen? Dat zouden toch de vis zijn, de pinguïn en de zeehond. En misschien zou die vis zo lief zijn om ook 4 steentjes mee te nemen voor de olifant, omdat de olifant hem altijd heeft geholpen. Denkt u ook niet? Daarom zeggen wij nu, we willen naar een ander systeem. We willen niet gaan kijken van wat kan de een wel en wat kan de ander niet. We willen gaan naar wat zijn de vaardigheden van de kinderen. We plaatsen de vaardigheden in een ontwikkelschema. En we laten dat kind zien met behulp van tips en adviezen hoe dat kind zich verder kan ontwikkelen vanuit zijn vaardigheden tot naar de top.
Vandaag focussen wij ons dus op de rubrics. We gaan kijken wat ze zijn en we gaan ze meteen uitproberen aan de hand van een rekenopdracht. Wat is een rubriek? Een rubriek is een beoordelingsinstrument dat een beschrijving geeft van de leerlingen volgens bepaalde criteria. En wat beschrijft die dan? Vooral de kennis, wat kent dat kind, wat doet dat kind, de vaardigheden en ook hoe hij het doet. En de rekenrubriek in het bijzonder, die gaat ook kijken welke mogelijkheid, welke tips de leerkracht kan bedenken om de leerling te helpen in zijn of haar ontwikkeling. Deze vraag of deze sheet gaat u meenemen naar de training. Welke van deze schema's is volgens u een rubriek? Is dat de gele, waarbij een aantal vereisten staan? Ja, van wat een zin is? Of is dat de witte, waarbij de leerkracht kan kiezen tussen uitmuntend, goed, redelijk of zwak? Of is het de roze, waarbij er een vereiste vermeld is? De leerling demonstreert rekenkundige kennis en inzicht bij een rekenopdracht of rekenprobleem. En dan staan er links 4 niveaus aangegeven. Niveau 1 helemaal onderin, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Schrijf u nu op een blaadje welke u kiest. De gele, de witte of de roze. Voor het vak rekenen hebben wij op de basisschool 8 domeinen. Getalbegrip, bewerkingen, meten, tijd, breuken en decimalen, procenten en verhoudingen, meetkunde als het gaat om cirkels, rechthoeken en driehoeken, geldrekenen en statistiek. Bij statistiek gaat het vooral erom dat de kinderen al iets moeten kunnen aflezen uit een tabel of uit een grafiek, zoals u hier rechtsonder ziet. En soms moeten ze al sommetjes berekenen in een matrix. Bijvoorbeeld 3 maal 5 is hoeveel? En dan vullen ze het antwoord in een van die hokjes. We gaan nu kijken naar een rekenopdracht van leerjaar 7. En we kijken naar het domein bewerkingen en wel delen door. De opdracht is: in een magazijn staan er 4860 pakken suiker die in grote zakken worden verpakt. In één zak gaan 36 pakjes. Hoeveel zakken zijn er nodig? We gaan kijken naar het correctiemodel. Als eerste gaan we kijken, heeft de leerling de juiste bewerking opgeschreven? Dat betekent, heeft de leerling een deling opgeschreven? Dan gaan we kijken, is het de juiste berekening? En volgens de regels van het huidige onderwijs zou er moeten staan 4860 gedeeld door 36 tussen haakjes maal 1 zak is puntje, puntje, puntje. Voor het feit dat de leerling de juiste berekening opschrijft, krijgt hij 2 punten voor de deling tussen haakjes en 2 punten voor het feit dat hij maal 1 zak schrijft.
En vervolgens gaan we dus ook nog kijken, is het de juiste uitkomst? Dat zijn 135 zakken. Volgens wat ik heb begrepen van de leerkrachten, moeten de staartdelingen, als de leerling een staartdeling zou hebben gemaakt, zodat op een kladblaadje geschreven moeten worden. Maar ik heb ook begrepen dat sommige leerkrachten het wel accepteren als er een staartdeling gemaakt wordt op het repblaadje. We gaan proberen om onze leerlingen te beoordelen. Als eerste kijken we naar Dennis. Heeft Dennis de juiste bewerking laten zien? Ja, Dennis laat een deling zien. Heeft Dennis de juiste berekening laten zien? Helaas heeft hij de berekening zoals wij dat willen niet laten zien. Laat Dennis de juiste uitkomst uiteindelijk zien? Jawel, want hij heeft wel netjes opgeschreven, er zijn 135 zakken nodig. Maar we zouden ook tevreden kunnen zijn met die berekening hier aan het eind van de staartdeling. Sommige leerkrachten zeggen, ja, maar ik zou die staartdeling ook meteen een punt geven. Dus misschien geen 4 punten zoals ik hier heb gezet voor de juiste berekening, maar misschien wel 1 punt of 2 punten. Dus dat betekent dat ik Dennis misschien in totaal 6 punten zou hebben gegeven. Dat is wat we nu doen. Dan gaan we kijken naar Janie. Heeft Janie de juiste bewerking laten zien? Ja, ze laat een deling zien. Laat Janie de juiste berekening zien? Janie laat een deling zien van 4860 gedeeld door 3, terwijl ze had moeten doen 4860 gedeeld door 36. Dus Janie laat niet de juiste berekening zien. Stap 2. Daarvoor kan ik haar geen punten geven. Laat Janie de juiste uitkomst zien? Ook niet. Dus ik kan Janie alleen maar die 2 punten van de juiste bewerking zien. Dan gaan we naar Elise. Het geschrevene van Elise staat hier links. Maar vervolgens hebben we hier netjes voor u uitgetypt wat Elise allemaal heeft geschreven. Wat heeft Elise gedaan? Elise laat in plaats van een deling een vermenigvuldiging zien. Dus alvast laat Elise niet de juiste bewerking zien. Delen door. Dus ik kan haar geen 2 punten geven daarvoor. Elise laat ook niet de juiste berekening zien. En de uitkomst, die klopt ook niet. Dus ik moet het helaas zo laten. Maar wat ik wel ontzettend jammer vind, is dat Elise volgens mij wel een correcte vermenigvuldigingsberekening maakt. Dus dat betekent, Elise kan wel rekenen. Het enige probleem is dat ze niet echt inzicht heeft in wat ze nou precies moet doen. Daarom gaan we nu proberen om op een andere manier onze kinderen te beoordelen. En wel met de algemene rubriek voor de rekencompetenties in leerjaar 5 tot en met 8. We gaan onze kinderen beoordelen volgens bepaalde criteria. Als eerste criterium A, de leerling demonstreert rekenkundige kennis en inzicht bij een rekenopdracht of een rekenprobleem. En dan zijn er 4 niveaus. Bij niveau 1 ziet u dat er nog geen oplossing is.
of de oplossing sluit niet aan op de opdracht of het rekenprobleem. Hier zou ik Janie kunnen plaatsen. Sorry, geen Janie. Elise kunnen plaatsen. Want Elise laat wel een berekening zien, maar het is geen deling, maar een vermenigvuldiging. Gaan we verder. A2, het omrekenen is correct gedaan, maar de oplossing is niet verder uitgerekend. Dat is een mogelijkheid. De volgende optie is, de opdracht of het probleem is wel op een correcte wijze opgelost, maar er zijn nog rekenfouten gemaakt. En bij A4 zien we, de oplossing en het eindantwoord zijn helemaal correct en helemaal compleet. Dat is criterium A. Dan gaan we nu kijken naar criterium B. De leerling gebruikt oplossingsstrategieën bij een rekenopdracht of rekenprobleem. Dan gaan we kijken. De leerling laat helemaal geen stappen zien die nodig zijn. De leerling werkt niet met alle belangrijke info. Dat kunnen we zien bij, ik ga eventjes terug, bij Janie, die niet het juiste getal hier opschrijft wanneer ze moet delen door 36, maar ze schrijft delen door 3, dus zij gebruikt niet alle belangrijke info. Dan gaan we kijken naar B3. Werkt wel met belangrijke info, laat alle stappen zien, maar maakt nog veel kleine fouten. En uiteindelijk B4, waar alles correct is. Straks gaan we nog eens naar dit criterium kijken. Dan hebben we criterium C. Want nu gaat het erom dat we niet alleen maar naar de schriftelijke prestaties van onze leerlingen kijken, maar dat we ook het kind bij ons halen en vragen gaan stellen. Dus criterium C gaat erom dat het kind diezelfde som of diezelfde berekening moet kunnen laten zien in een andere situatie. Zoals u hier ziet staan, de leerling past oplossingsstrategieën toe in andere situaties of voorbeelden. Dan zou ik de leerling dus kunnen vragen, kun je me een voorbeeld geven van thuis of ergens anders, waar je dezezelfde som hebt meegemaakt? En dan kan het zijn dat de leerling zegt, ja, mama had een baal suiker gekocht van 25 kilo en toen moesten we het verdelen in zakjes van 5 kilo. Dat is toch precies het voorbeeld van de som. Dus dit is een mogelijkheid, maar we kunnen natuurlijk ook een praktijksituatie in de klas creëren, waarbij we winkeltje gaan spelen en dat we diezelfde som op deze manier weer laten zien. En zo zien we dus ook dat er verschillende niveau zijn als het gaat om criterium C. En nu criterium D. De leerling legt het werk uit. Ook hier kan ik de leerling dus naar me toe halen. Maar wat doen we nu? Tegenwoordig roepen we alleen maar de kinderen die die som niet goed hebben gemaakt. Die roepen we naar ons toe en vragen we, leg me uit, wat heb je gedaan? Maar nu is het nodig dat we niet alleen die kinderen naar ons toe halen, maar dat we bijvoorbeeld ook tijdens de les al vragen aan 1 of 2 kinderen. Leg me uit, hoe heb je deze som gemaakt? Of hoe gaan we deze som maken? Dat betekent dus dat ik deze rubriek niet alleen maar gebruik na een repetitie, maar ik kan hem ook gebruiken wanneer ik mijn leerstof net heb behandeld en de leerlingen in de klas nu gaan werken.
Dan kan ik rondlopen. Ik kan kijken hoe ze discussiëren met elkaar. Van hoe heb ik die som gemaakt? En dan kan ik ze dus al beoordelen voor dit criterium. Criterium D. Dat is één manier. De volgende manier is wanneer de kinderen het huiswerk hebben gemaakt en u het met ze gaat behandelen. Dan hoeft u de antwoorden niet direct op het bord te schrijven, maar u roept ze één voor één naar voren en vraagt, leg me uit, hoe maak je deze som? Op deze manier leren we de leerling dus meteen om zijn gedachten te formuleren en om uiteindelijk tot de juiste berekening te komen. Laten we nu ons correctiemodel plaatsen naast deze rubriek. Wat zien we dan? Er was een vraag, wat moet er precies gebeuren? Dan zien we dat we daarmee criterium A kunnen beoordelen. De leerling demonstreert rekenkundige kennis en inzicht bij een rekenopdracht of rekenprobleem. Stap 2. Als we nu zouden vragen, maak voor jezelf een tekening van wat er moet gebeuren. Dan zou criterium D daarmee uitgelegd kunnen worden. Maar wat ook zo mooi zou zijn, is dat we dan verwachten dat Elise, die nu een vermenigvuldiging heeft laten zien, als ze die tekening had gemaakt, zo'n tekening bijvoorbeeld, dan had ze niet de verkeerde bewerking laten zien. Dan had ze een deling laten zien en niet een vermenigvuldiging. En dat is nou het mooie van dit onderwijssysteem. Wij bieden de kinderen de mogelijkheden continu om zich te corrigeren. En we maken hun denkproces zichtbaar voor hen zelf. Want als Elise nou, netjes deze verdeling had laten zien, waarbij je eerst aan de linkerkant 4860 pakken hebt en dat ze netjes een verdeling maakt van overal 36 zakken, 36 zakken, 36 zakken, dan had zij nooit die verkeerde berekening gemaakt. Dan gaan we kijken naar stap 3. Bij stap 3 gaat het erom dat de leerling precies opschrijft waar deze som over gaat. Ja, en dat zou dan nog steeds criterium B zijn. Maar nu, let op. Bij stap 4 laat de rekenstrategie zien. Dan zien we dat we dat nu ook netjes mogen beoordelen. De staardeling die in de vorige beoordeling niet zoveel punten kreeg, die krijgt nu een duidelijke beoordeling. En dat zou kunnen zijn B4. En dan hebben we als laatste bereken de juiste uitkomst. Want uiteindelijk moet het helemaal goed zijn. Ja, toch? Dan gaan we onze kinderen weer beoordelen. We gaan kijken naar Dennis. Dennis heeft de juiste deling laten zien. Dus voor A is hij op 4. Dennis heeft geen tekening laten zien, want dat hebben we hem niet gevraagd. Dennis heeft ook de som niet echt opgeschreven, maar hij laat wel hier de juiste rekenstrategie zien. Dus kan ik Dennis in B3 plaatsen. En uiteraard laat hij ook de juiste uitkomst zien. Kijkt u hier,
135 zakken. Dus Dennis scoort voor A niveau 4, voor B niveau 3. En natuurlijk zouden we kunnen zeggen vanwege het feit dat hij die staartdeling heeft, kunnen we hem ook in 4 plaatsen, maar dat zal bediscussieerd worden in de training. C kan ik niet beoordelen, want ik heb geen praktijksituatie gevraagd. En D kan ik ook niet beoordelen, want ik heb de leerling niet naar mij toegehaald om hem te vragen hoe hij het mondeling gaat beoordelen. Dan gaan we kijken naar Janie. Janie had de verkeerde bewerking laten zien in plaats van... Ze had juist wel de goede bewerking laten zien, maar ze heeft niet alle informatie gebruikt. Dus vraag ik u nu, hoe zou u Janie scoren volgens de rubriek? Schrijft u het antwoord op? Want dit antwoord gaan we bespreken bij de training. Welk niveau scoort u voor Janie voor criterium A? En welk criterium scoort u voor Janie voor criterium B? Ik ga even terug naar boven om te kijken. A gaat om de rekenkundige kennis te demonstreren. En B gaat erom dat de leerling de juiste oplossingsstrategie laat zien. Dan gaan we naar Elise. Ook van, over Elise vragen wij u om een rubriek in te vullen volgens haar. Hoe zou u haar scoren bij A? Hoe zou u haar scoren bij B? C en D kunnen we niet vragen, want dat hebben we niet bij de huidige repetities gevraagd. Dan komen we terug op deze sheet. Nu u het filmpje hebt gezien, vragen wij u dus nogmaals. Welke van deze schema's is volgens u een rubriek? Is dat de gele? Is dat de witte? Of is dat de roze? Want ook dit zou u meenemen als antwoord naar de training. Hier staan alle opdrachten verzameld en ook de link waar u uw antwoord op moet plaatsen. Wij willen graag dus dat u in die link invult. Welke scores krijgt Janie? Welke scores krijgt Elise? En hebt u misschien een tip voor Janie? En hebt u een tip voor Elise? En natuurlijk de vraag over welke van de schema's nou precies een rubriek is. Neemt u de antwoorden mee in de training? En dan zien we u bij de training. Er zijn roosters naar u toegemaild waarbij u bent ingedeeld volgens uw leerjaar. En dan gaan we op die manier de training vervolgen. Tot ziens bij de training. Goeiedag.